en wat leuk dat je ook kijkt naar deze Action Shop Vlog. Mijn naam is Willemien van het YouTube kanaal HS4L. En ik had ook nog een leuke Action Shop Vlog, dus dan ga ik echt ook nog eventjes laten zien aan jullie wat ik bij de Action heb gekocht. Ik heb zeg maar handige folie gekocht en die wil ik denk ik voor een tafeltje doen. Het is een beetje een effect alsof het een soort steigerhout is. Ik zal even kijken wat die kostte. Die was... Even goed kijken hoor, wat die kostte. Want ik heb natuurlijk een klein bonnetje, maar alles staat door elkaar heen. Oudschuldig, bamboe, rugborstel, lamp, metalen, wandekruid, make-up, waterscheefjes, groente, solarlamp, scrunchies, haaklip. Hey, hij heeft deze volgens mij, staat helemaal niet op de bon. Bijzonder. Ik heb volgens mij, nou hij staat niet op de bon. Heel raar, hij heeft hem per ongeluk denk ik niet afgerekend. Nou ja, in ieder geval was deze maar 1 euro, had ik volgens mij in de winkel gezien. Dan had ik nog een handige borstel voor douchen. Als je dan zeg maar je rug niet goed kan wassen, dan kan je zeg maar dit doen. En die handige borstel was van bamboe, die was maar 2 euro. Ideaal. Dan had ik voor de tuin hele leuke solar dingetjes. En ik heb meerdere producten gekocht. Die ga ik het allemaal laten zien aan jullie. Vind ik echt super leuk. Allereerst, deze was in een week aanbieding voor 4 euro. Een hele leuke soort mier. Met vleugeltjes of een libelletje, weet ik veel wat het is. In ieder geval een leuk diertje. Dan heeft hij hier achter een knopje, die kan je aanzetten. Ik zal het even laten zien. Zo, dan kan je zeg maar op aan doen. Even goed kijken, dit is aan. Nou ja, in ieder geval werkt hij op zonne-energie. Hij moet dus nog eerst in de zon staan en dan laat hij op voor 4 euro. En deze set was volgens mij 5 euro. Moet ik even... Goed, ja, die was... Oh, ook 4 euro. Met een hele mooie solar balletje in het midden. En ik vond het zo leuk, omdat het een vlinder is met een balletje in het midden. Maar ik vond die kleuren zo mooi. Voor 4 euro. Dus die gaat ook in mijn tuin. En het leuke is, deze kan je dus los ophangen. En die zijn ook maar nu 1 euro in de week aanbieding. En dan zet je het lampje even aan zo. En je kan hier testen of die het doet. Als hij nou echt niet doet... Lang leven de Action, kan je er weer mee terug. Kijk, deze doet het wel. Lampjes aan. Heel erg leuk, die lichtjes. Die waren maar 90 cent per stuk. Dan had ik nog mega watten schijfjes voor make-up eraf te halen. Er staat bij dat het voor kinderen is, maar ik vind het gewoon handig. 88 cent voor, hè, als je echt je hele gezicht wel een keer goed hebt opgemaakt en je hebt veel make-up op gehad. Hoef je niet een paar nieuwe te pakken, dan kan je gewoon gelijk zo'n grote doen. Ik zag nog een leuk voorraadblik. Even kijken. Die was volgens mij 99 cent. Moet ik het even goed zien. Voorraadblik. Oh, 88 cent maar. Ik heb alles met blauw. En ik had wel van die petsbussen. Maar dan iets breder en smaller. En deze is lekker lang. Dus dat vind ik veel handiger. Ik zag nog een leuk oogschaduwdoosje. Die had je in heel veel verschillende varianten. Ik vond deze kleurtjes leuk. Op de achterkant kon je dan zien welke tintjes het waren. Ik vind deze babyblauw, pastelblauw mooi. En ik vind deze heel leuk. En daarom had ik deze gekocht. En die oogschaduwtje is ook helemaal niet duur. Want volgens mij 1,95. En hij is dus wel in wel 8 verschillende. Maar ik hou een beetje van frisse kleurtjes. Dan heb ik last van mieren. Dus ik heb mierenpoeder gehaald. En die moet je dan waar de gangetjes van de mieren lopen een beetje zo strooien. Dat is echt van die hele roze poeder. Het ziet er niet echt fijn uit, zeg maar. Het is ook heel giftigachtig. Je moet het ook niet met huisdieren doen, roze. Maar mijn hond is overleden helaas. Maar het is wel zo, hij kan nu gelukkig niet hier ziek van worden. En katten komen hier gelukkig niet vaak. En als ik een kat zie, zou ik het in de gaten houden. Want voor dieren is het natuurlijk heel slecht. Dan had ik nog schuifjes voor 99 cent. Ik heb heel vaak zo'n bandana in. En dan moet ik het even met een dingetje goed zetten. Dus dan helpen die schuifjes. Scrunchies. Even kijken wat die kosten. Scrunchies, oh ja, ook 1 euro voor 3 hele leuk. Ik vond deze vooral cute. Echt heel lekker stofje. Volgens mij was dit alles alweer van de Action. Ja, ik heb op zich niet gigantisch veel uitgegeven. Oh ja, ik had nog een gigantische leuke kop. Helemaal vergeten dit te gekke wanddecoratie schilderij te laten zien. Deze is heel leuk. Deze kan je zo aan de muur hangen. Ik zal het even als voorbeeld laten zien hoe het gaat. Kijk hoe leuk, met goud en zwart. Beetje industrieel. Je kan hem zo hangen. Zo bedoel ik. Hij moet zo. Super tof. En die was ik helemaal vergeten te laten zien aan jullie. En die was juist het allermooist.
Dus ik dacht, ik ga nog even snel het afmaken. Volgens mij was deze ongeveer rond de 8 euro. En ik had nog een hele gave koptelefoon. Want ik had een koptelefoon van Cosmopolitan. Die was al 2 jaar oud van de Action. En die doet het nog wel, maar die glijdt steeds van mijn hoofd. En die was ook een keer in aanbieding. Dus ik zag van Fresh and Rebel. Dat is echt een hele mooie doos. En zag ik een koptelefoon. Die was in grijs en blauw. En volgens mij nog een andere kleur. Die je heel handig zo kan sluiten ook. Om makkelijker mee te nemen. Was 15 euro. Maar het geluid is echt zo ontzettend goed. Echt een hele fijne koptelefoon. Voor 15 euro. Dat is echt een superleuke aanbieding. Nou, vond je nou deze Action Shop vlog ook heel erg leuk? Doe dat duimpje even omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal HSVR. Dat zou super leuk zijn, want ik wil heel graag meer abonnees. Leuk als je een reactie achterlaat. En dan zie ik jullie een volgende keer. Groetjes Willemien, doei!